I've been watching you for a while. Maybe you've been watching me too. So somebody ran out, left somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they want a handsome dame or some good-looking joke on their arm. Some girls like a sweet-talking Romeo. Well, around here, baby, I learned you get what you can get. So if you're revving up for love, honey, I'm tougher than the rest. Yeah, the road is dark, and it's a thin, thin line, but I won't. Hallo beste lieve kijkers, van harte welkom op mijn YouTube kanaal Martino Voetbal and Entertainment. Ja, we zijn er weer en ik heb er heel veel zin in. Vandaag vraag ik jullie aandacht voor een hele speciale gast. Achter mij zit u hier een stadion van FC Utrecht, de Galgenwaard. Ja, achter mij ook nog een hoogwerker. Dus we gaan afwachten of FC Utrecht ook dit jaar een hoogvlieger wordt. Ze hebben dat in ieder geval gehuurd. Goed, kijkers. In deze aflevering vraag ik jullie aandacht voor een bijzondere gast. Uit profvoetballen, uiteraard, van FC Utrecht. Een voetballer die in 1983 zijn debuut maakte hier in de Galgenwaard bij FC Utrecht. En dan heb ik het over een boom. Lang spits. Een spits. Altijd strijd voorop. Oorlog in de 16. Inderdaad. Ik heb het over John van Loen. Top. Fantastische spits. Dus Martino Voetbal wil graag kennis maken met John van Loen. Ik hoop dat we naar binnen kunnen. Ondanks de lockdown en corona. Maar ik heb een perskaart bij me. Ook nog een corona app. Dus we gaan zo meteen even naar binnen. Kom! FC Utrecht, John Bloem. We gaan naar binnen. Kom! Goed, kijk eens. Als het goed is, dit de hoofdentree van de Galgenwaard. FC Utrecht. En natuurlijk mijn gast, John van Loen. Kom, we gaan naar binnen. Hele goede middag. Aangenaam. Martino voetbal. En ik ben op zoek naar John van Loen. John. Oké, 4 en 5. Je gaat niet mee? Of ben je gaat weer op de weg zo? Nee, ik mag het weer klaar. Oké, we gaan naar binnen. Goed, ja, bedankt. Ja, ja. Moet ik een mondkapje op? Ja. Hij hoeft niet meer zijn. Oké. Waar ben je op het bord? Vraag hem nog. Ja, ik sta daar, hè. Nou ja, ik hang daar. Wacht even, hoe staan we hier? Dan met die bal. Zie je? Toen hadden we nog een beetje rood haar en een beetje meer haar. John, aangenaam kunnen maken. Ja. Even voor de kijkers, abonnees. Dit is John van Loen.
Nou, mooi. Ja, helemaal mooi. Onze eerste kennismaking zo. Ja. Ik zou heel graag met jou een interview willen. Zou je dat willen? Ja, natuurlijk. We gaan zo meteen naar boven, naar het museum. Ja. Ja. Museum van FC Utrecht? Museum van FC Utrecht, ja. Ja. Helaas kunnen we niet het veld op. Door de coronaregels. Dus, maar we zijn blij dat we hier het stadion in mogen. Ik ben hier nog nooit geweest, John. Dus, nee, dat is mooi. Helemaal mooi. Goed, we gaan naar boven. Goed, kijken. John van Loen. Ja. Hier gaan we zo even naar boven. We gaan eerst maar naar de vierde verdieping. Heb ik mijn bril vergeten? Mijn bril? Zonnebril? Ja, is ook geen zon trouwens. Nee, sorry, geen zon. Heb ik ook geen zonnebril nodig? Nee. Ben je blij? Ja, ze mogen toch je hele gezicht. Op aan de tafel laten zitten, beneden. Dat zou kunnen. Ja. Even onwennig. Maar om de wedstrijd te bespreken hoef je niet te doen, hè? Van gisteren. Nee. Die hebben schandalen slecht. Ja, Ajax bedoel je. Nou, dit is een beetje... Waar zitten wij hier, John, momenteel? Wij zitten nu op de vierde verdieping bij het stadion. En ja, dit is het museum. Je begint het museum van FC Utrecht. Even een korte inleiding. Je bent hier natuurlijk... je hebt je gedebuteerd bij FC Utrecht vanaf 1983. 83 begon ik hier, ja. Ja, de eerste wedstrijd was tegen Rotterdam met Sparta. Oh, ja, volgens mij wel. Ik weet dat, ja, zo ver kan ik niet meer teruggaan. Nee. Ah, je hebt zoveel tijden gespeeld. Ja, ik heb hier wat jaartjes rondgelopen, ja. Maar de Galgenwaard, als we nou hier binnengekomen, we zijn nu binnengekomen, John. Jij bent hier natuurlijk al als kind verbonden aan FC Utrecht. Ja. Hoe voelt het voor jou eigenlijk als je hier binnenkomt? Oh, nee, dit is... kijk, ik heb hier 20 jaar gewandeld, hè. En gewerkt, gevoetbald, ben trainer geweest, hoofdtrainer geweest. Poeh. Ja. Je hebt natuurlijk een rijkelijk verleden gehad. Als profvoetballer. Nou, daar wil Martino heel graag even wat meer weten over jouw verleden. En hoe je in het leven staat. Nou, dit stadion, de Galgenwaard, bestaat sinds vanuit de jaren 70. Ja, dit is bijna 3 keer, 4 keer verbouwd. Hè? Dus eerst stond er een stadion die, met een centelbaan. Hè? Dus voor de fietsers en voor de... ja, wat was er meer? Volgens mij zo'n scootertje met acht... en dan moest je achteraan fietsen. Ik weet niet hoe dat heet. Maar dat zat ook altijd vol in het stadion. Toen kwam FC Utrecht. Ja, het is het verbouwd. En nou, dit eigenlijk. Hè? Want nu is het hypermodern. Ja, dat is natuurlijk, we zitten nu in 2021, bijna 2022. Hè? We hebben deze aflevering is eigenlijk de laatste aflevering van het jaar, John. Dus ook een groot genoegen hier. Dan knippen we maar er gelijk uit, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Nee, zeker niet. Maar ik voel me hier ook zeer aangenaam om hier te mogen zijn, John. Ja, nou ja, eigenlijk ja, mocht het niet, want omdat ik door de coronaregels. Ja. Maar een vriend van mij, Koos Vertamel, oudspeler van FC Utrecht, die was zo lief om dat te doen. Ja, fantastisch. Ik ben in ieder geval blij. Goed, we zitten hier in het vierde verdieping. Ja, laten we even rustig gaan zitten ergens. Wat we allemaal te zien krijgen. Dus ik kom hier bijna ook nooit, hoor. Nee, ik zit meer op de tribune dan dat ik bij die... dit zijn allemaal skyboxen ook. Helaas mogen we daar ook niet in. Ja, zonde. Nee, dat geven we ook helemaal niet. Maar kunnen we ergens... moeten we hier in de gang... We lopen eventjes door de gang en dan zie je wel genoeg. De oude. Hier is even kijken, dit is de bekerfinale. We hebben nog gespeeld op een amateurwedstrijd. En want dat stadion was afgebroken. Dus ja, werd hier de bekerfinale gespeeld tijdens Utrecht AZ. En dus, die bestond nog uit 2 wedstrijden. Ja, ja. Dus ja, helaas verloren ze wel de 2e wedstrijd bij Alkmaar. Ja. Maar ja, dus ook nog. John, ja, we hebben natuurlijk, ik heb jou redelijk goed gevolgd. Oké. Okay. Ja, ik ben zelf een Feyenoorder, maar je hebt natuurlijk ook een fantastische tijd gehad als spits. Ja. We gaan even heel verder terug, want ik heb wat wandelvragen, tafelvragen en wat privévragen. Prima. Maar hoe gaat het nu momenteel met jou?
Bij mij gaat het heel goed. Ik heb natuurlijk wel een hartinfarct gehad vorig jaar. Niet vorig jaar, maar begin dit jaar, februari. Okay. Dus dat bijna nu een jaar geleden. En, ja, het gaat. Hoe is het? Hoe voel je? Ja, nee, ik ben heel goed. Ik hoef pas over een jaar weer terug te komen bij de dokter. Alles onder controle? Ja, alles onder. Ik sport 4 keer in de week. Dus ja, nu helaas niet, omdat het... 4 keer in de week? Ja, 4 keer in de week. Zo. Ja, moet hè. Je moet wel een beetje fit blijven. Ja, een beetje in beweging blijven. Ja, daarom. Maar heeft natuurlijk wel een behoorlijke impact op jouw leven? Nou, in het begin wel, hè, toen je het kreeg. Want je krijgt in één keer... Okay, wat heb ik nou gebeld? Oh, ik dacht dat ik gebeld had. Sorry. Ik hoorde het. Ik hoorde het, hè? Maar hoe heet het? Nee, het is een heel impact. Impact. En het verandert wel je levensgedrag en je eetgewoontes. Je gaat wat gezond, nog meer gezonder eten. Nou, ik dronk al bijna geen alcohol. Dat doe ik dan niet. Ik rook niet. Nee. Dus ja, nee, ik heb nooit gerookt. Dus dat is wel goed. En drinken doet iedereen wel eens een keer. En dan is het juist een... Dan komt de klap, vind ik, harder aan. Ik bedoel, ik heb zelf ook altijd gesport, nu gerookt, nu gedronken. En ook aan het hart wat meegemaakt. Dus ik denk dat het voor jou ook zo is, dat je op een gegeven moment wordt gezegd, nu moet je stoppen. Maar is het in 1 keer gebeurd? Nou ja, kijk, dit is wel erfelijk. Hè? Want mijn broer heeft het ook gehad. En die is ook geopereerd aan een hartinfarct. En, maar die, nou ja, ik heb ook een bypass gehad, eentje. En een stent, hè, die gaat dan door je pols en zo naar binnen. Ja. Hup, dan krijg je een stent. Ja. Je praat heel makkelijk erover, maar het is natuurlijk wel. Dat is nog maar een jaar geleden. Oh, nog ineens een jaar, hè? Dus begin februari. Zo. Ja. En om daar even op door te gaan, John. Daarna. Heb je eigenlijk een fantastisch boek uitgebracht? Ja, nee, ik heb een mooi boek aan. Ja, ik heb toevallig in mijn hand, hoor, Danny van. Kijk. Ja, je moet het meenemen, hè? Je moet iets promoten. Ja. Nee, maar... dat komt wel vaak. John van Loon over de rooien. Ja. Maar vandaag ben je niet over de rooien, heel rustig. Nee, ik ben heel rustig, heel kalm. Heel rustig. Ja. Maar... Mis je het niet zonder dat agressieve, dat in je leven toch een stukje adrenaline en een stukje iets wat je altijd hebt gedaan. Elke week, elke training. Nou, ja, mijn lichaam die kan, ja, dat redt het niet meer met voetballen. Want ik heb een kunstenkel gekregen, een andere enkel is ook helemaal kapot. Dus ja, door het voetballen dan heb je wel wat moeten achterlaten. En, slijtage? Ja, ik heb behoorlijke slijtage. En vooral mijn enkels. En aan de bovenkant, dat gaat langzaam ook wat ouder worden. Ja, natuurlijk. Maar ik zie er goed uit. Ja, inderdaad. Je bent top, dat wil ik net even aangeven. Ja. Voelt je ook, ik voel me ook hartstikke goed, hoor. Dus, je lacht ook weer, dat is ook wel goed. Oh nee, ik lach altijd. Ja, nee, ik lach altijd. Dus ook al is het, heb ik een mindere fase. Zelfs in het ziekenhuis heb ik gelachen, dus dat is prima. Ja, fantastisch. We gaan even een stukje lopen, kijken waar we... Gaan we een stukje wandelen, hè? Ja, een stukje wandelen. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk hier wel al heel veel leuke foto's, hè. En kijk, hier hebben we natuurlijk met Erik Willaerts. Daar hebben we natuurlijk één seizoen mee gespeeld. Die scoorde toen, geloof ik, 24. Ik scoorde er, geloof ik, 12 of 16. Ik weet het niet zeker, maar wij waren heel goed koppel samen. En Erik Willaerts, ja. Dus, die spreek ik nog wel regelmatig. Okay. Ja. Okay. Oh, ja, je hebt natuurlijk heel wat oudspelers natuurlijk meegemaakt. Ja. En ik ben wel begonnen in de jeugd. Dat viel ons eigenlijk allebei op. dat je in de jeugd gevoetbald had met een waanzinnige spits, Marco van Basten. Ja, nou ja, goed, ik was beter. Nee, joh. Nee, wij speelden bij UVV samen in Utrecht hier. Ja, en wij wonnen echt bijna alle wedstrijden. Hij was spits, ik was middenvelder. Ja. Ja, ik was een 10, ik speelde eronder en toen ging hij naar Elinkwijk. En toen werd ik de spits, UVV, en zodoende is het balletje gaan rollen. Ja, je bent toen eigenlijk echt als spits gaan ontwikkelen. Ja, ik was een middenvelder. Ja. Je bent helemaal geen middenvelder. Nou ja, goed. Je kan maar een beetje voetballen, joh. Ik kan middenveld spelen, maar ik ben geen een loper die alle ballen gaat opeisen. Maar ik ben wel iemand die op het middenveld kan spelen onder de spits. Maar dat heb ik ook bij Utrecht best wel vaak gedaan. En bij Ajax trouwens ook. Ja. Ja.
Nou, je hebt natuurlijk bij Utrecht ben je begonnen in 1983. Ja. En twee gouden jaren gehad. Hè? Ja. En de tijd werd je ook geselecteerd voor het Nederlands elftal natuurlijk. Dat was in 85. Ja. En in dat jaar wonnen we ook de beker voor het eerst. Ik weet niet of hier is dan geen foto bij. Misschien is het zometeen. Ja. En dat was uniek voor Utrecht. Hè? We hebben nog nooit de prijs gewonnen. En wij scoorden, en ik scoorde geloof ik in de 91ste minuut. De winnende. En zo 1-0. En zodoende gingen wij de Europa in. Ja, dat was natuurlijk fantastisch, hè? Ja, joh. Ongekend, hè? Ongekend voor Utrecht. En toen waren de stadions nog niet allemaal vol. Maar die finale was wel vol. En die speelde hier in Utrechtstadion. Ja, en dat was wel ook een geluk. Ja, want toen was het stadion nog gevuld met 13.000 man, geloof ik. Ja, dat waren niet 14.000. Ja, 13.000, 14.000. Maar, ja, het zat vol. Maar dat was natuurlijk een gouden tijd voor jou. Oh, was het ook je beste tijd? Als je kijkt naar de jaren daarna als voetballer, John? Nee, maar je beste jaren moesten nog komen. Hè. Dus, want ik was... Toen ik de finale speelde, was ik geloof ik 19. Ja, zo'n beetje. Ja, nou, dat is vrij jong. Ja, en dan maak je de winnende goal. Nou ja, dan ben je in ieder geval bijna een held in Utrecht. Ja, ja. Kijk, en nu zijn we helemaal een stukje grijs. Ik was zo rood als een tomaat. Ja, en net als het shirtje van jou, hier, die streep. Nu was zo rood was ik. Ja, maar nu, kijk, rode mensen worden grijs en blond. En wat kalig. Ja, nou ja, goed, maar dat ja, joh. Wordt dan wat ouder. Hè? Maar, je voelt je niet oud, maar je wordt ouder. Ja. Mis je het voetbal? Ik mis het wel. Mag ik je die even opnemen? Natuurlijk. Ja. John van Loen, ga ik toch een nee zeggen? I get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little bit. You can't start a fire. De deur kan open, zeg ik, John. Huh? Kan de deur open? Nee. We hebben hier gewoon een pub. We hebben hier een pubruimte hier, John. Dat is levensgevaarlijk, hè? Nee hoor, nee. Maar waar zitten we nu zo? Dit is de ereterras. Hè. Dit zijn de skyboxen waar we nu zitten. Hè. En, dus wij zijn... we hebben gewoon ingebroken bij een skybox. Goed, John, we zijn hier nu eigenlijk in het stadion van FC Utrecht. Hè? Ja, ja. Nou, kijk, hier kan je natuurlijk alles heel goed zien. Hè? Wat er gebeurt op het veld en die mensen eromheen. Hier is het natuurlijk altijd gezellig. Hè? Ja. Met een drankje, hapje. En vooral als je FC Utrecht wint, dan is het helemaal gezellig. Maar ja, zit je hier altijd in deze... Ik zit altijd gewoon daar beneden. En jij moet hier altijd zitten, John? Nee, ik zit daar ergens in het midden. Als ik ga kijken, dan zit ik daar wel in het midden. Ja. Ja. Hoe kijk je dan naar zo'n wedstrijd? Als je dan, dat ligt eraan. Ik kijk wel als trainer, maar ik kijk natuurlijk wel hoe ze spelen, wat ze spelen, wat de tegenstander tegenover stelt. En wat Utrecht weer tegenover stelt. Dus ja, dat is eigenlijk wel leuk. Ja. En als je nu kijkt naar het FC Utrecht vergelijk van toen, in jouw tijd, en FC Utrecht van deze tijd. Ja.
Nou, kijk, toen ik speelde, dus zaten er niet zoveel mensen op de tribune. Dan moet je hooguit 5,000-6,000 mensen kijken. Echt. Maar met andere tijd, hè? Ja, met andere tijd. Maar de jaren daarna is het natuurlijk wel steeds drukker geworden. En toen ik stopte, toen zaten de stadions redelijk vol. En toen ik assistent trainer was, toen werden de stadions pas echt goed bezet. Wij wonnen ook de twee keer de beker van Nederland, hè, met FC Utrecht. En we hebben de Jonge Cruijffschaal gewonnen. Dus ja, als Utrecht zijn, dan zijn wij wel erg op de beker. Maar ja, ze zijn al uitgeschakeld. Ja, FC Utrecht, maar ook Feyenoord, cupfeites. Ja, FC Utrecht verliest van NAC, voor 2-1. Ja, sorry, maar dat is natuurlijk wel... het had nooit mogen gebeuren. En de wedstrijd daarna is tegen Fortuna. Dus die was afgelopen zaterdag. Ja, die hebben ze ook gelijk gespeeld. Dus ze zitten eventjes in een moeilijke fase. Maar daar komen ze denk ik ook weer wel uit. Ja, goed. Kijk, FC Utrecht is natuurlijk altijd een club geweest. Subtop. Altijd gaan voor het linker rijtje. Ja, maar nu nog steeds. En staan ze nu nog? Ja, nu. Kijk, ze hebben een paar mindere wedstrijden gehad en ze stonden vierde. En dat is heel goed voor FC Utrecht. Je hebt natuurlijk ook even een mindere periode van een paar weken. Maar dan kukkel je wel gelijk even naar beneden. Hè. Nu staan ze in één keer zevende. Ja, het is, maar dat kan Buren heeft verloren, want anders hadden ze achtste gestaan. Ja, maar als je kijkt naar de boven. De verschillen zijn nu toch gek groot. Als je kijkt naar Feyenoord, staat nu op 31 punten. Heeft Utrecht op 27 punten, 28 punten. 3-4 punten verschil. Ja, het is nog de wedstrijd te verliezen en winnen, dat scheelt al. Als Utrecht drie wedstrijden of twee wedstrijden hadden gewonnen, dan stonden ze derde. Precies. Ja, nou ja, dat is het verschil. Dat willen wij natuurlijk niet, Feyenoord, Rotterdam, maar rustig maken, allemaal goed. Ja. We praten over FC Utrecht, John. We praten over over de huidige FC Utrecht. Maar we willen ook graag wat meer weten over jouw stukje verleden. Je bent natuurlijk na Utrecht bij je naar Roda JC gegaan. Ja. Ik heb jou de jaren altijd gevolgd. En ik dacht van, hij moet naar Feyenoord. Het is een waanzinnige typespit voor Feyenoord. Agressief oorlog maken in de 16. Ja. Maar het kwam er niet van. Nee, je ging naar Roda JC. Ja, Roda betaalde wel 1 miljoen gulden. Toen was het nog guldens, hè? Konden we niet betalen? Nee, dat is ook zo. Maar later, kijk, van Roda ben ik naar Anderlecht gegaan en van Anderlecht naar Ajax. Sorry dat ik het moet zeggen, maar kijk, en bij Ajax hebben we natuurlijk ook wel best wel goed gedaan. Ik heb gewonnen. Ja. Na anderhalf jaar ben ik naar Feyenoord gegaan. En in dat jaar werd ik wel gelijk kampioen. Dus dat is wel goed. Ja, zeker. Ja, je hebt natuurlijk wel een behoorlijk turbulente carrière gehad. Ja, ups en downs allemaal. Hè. Kijk, iedereen wilde... Was je ook fit? Want ja, ik was wel fit. Maar pas op het laatst kwam ik niet meer door de fitheid heen. Omdat mijn enkels deed eigenlijk niet meer zo goed. Maar had je wel een beetje verborgen voor jezelf? Nee. Ik pas toen ik terugkwam uit Japan. Daar heb ik ook nog gespeeld. En toen was ik zo fit. Japan? Japan, Hiroshima. En toen ik terugkwam, toen is het eigenlijk ellende meer begonnen. Toen heb ik niet zoveel wedstrijden. Ik ging weer terug naar Utrecht, 2 jaar. Maar ik heb daar niet zoveel gespeeld zoals ik wilde. Ja, omdat ik mijn enkels deden het niet zo goed meer. Dus ja. En dan heb ik nog één. Ik denk, nou, dan ga ik nog één transfer maken. Ben ik naar Hapoel Nicosia gegaan. Voor de zon, de zee. Een beetje afbouwen. Ja, toen scheurde ik mijn Pyreneespees af. En dat is in mijn linkerbeen, een linker enkel. Toen stop ik gelijk. Ja. Dat was einde carrière voetbal. Vanaf dat moment ben ik trainer geworden. Ja, je bent eigenlijk vanaf 1983 hier begonnen. En 1998 ben je hier weer teruggekomen. 1986 ben ik weer teruggekomen. 96, sorry. 96, ja. En hier heb je nog een afscheidswedstrijd gespeeld. Ja, ik heb hier nog tegen Dortmund. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Maar het is natuurlijk wel een hele grote verandering geweest voor jou natuurlijk al die jaren. De tijd met Feyenoord, ik kom toch wel even terug op Feyenoord. Ja. Kunnen we even ergens dit seizoen, kan dat even? We gaan even zitten natuurlijk hier, hè. John, de tijd met Feyenoord, dat was, je was begonnen, even kijken of ik, ik heb een olifant geheugen, 1993. 92, 93, hè? Ja. In de winter, twee seizoenen nog? Ja, in de winter 93, want ik kwam na het nieuwe jaar. Ja, ja. En dat was in de tijd met John de Wolf en Regie Blinken. Ja, Talment en Vrezen, Heus, Met God, De Groei. Ook een goede lichting toen. Ja, maar we waren echt... wij waren niet echt een top-elftal, zoals Ajax met tiki-taki, maar wij waren een team. En een team... En als je een team hebt, dan wil je... Dan kan je heel ver komen. Ja, op een gegeven moment hadden wij zoveel vertrouwen en kijk, wij speelden geloof ik één laatste wedstrijd tegen MVV uit. En dan kwamen we met 1-0 achter. En dat was een cruciale wedstrijd. En die wonnen we met 2-1. Alleen maar door het team gebeuren, omdat wij zoveel drang hadden om toch kampioen te worden. Ja. Ja, en die laatste wedstrijd in Groningen sloeg helemaal nergens op. Dat was 0-5. Ja. Ja. Dus speelden we echt heel goed. Maar als je dan terugkijkt naar dat Feyenoord stukje, dat was toen trainer Leo Beenhakker, heb jij toen gehad naar Feyenoord? Nee, Beenhakker lang niet, Van Hanegem. En Wim Jansen, die was daar toen technisch directeur, geloof ik. Ja. Willem van Hanegem, daar heb je natuurlijk wel, om even terug te komen op jouw biografie. Hè, ja, je hebt ook een verhouding. Heet het maar zo, hè. Sorry? Haat-liefde-verhouding. Haat-liefde-verhouding met Willem van Hanegem. Ja, ja, ja. Wanneer heb je Willem van Hanegem voor het laatst gezien? Gezien? Oh, dat zijn wel een paar jaar geleden, hoor. Ja. Dat is te lang. Want ik wilde hem uitnodigen voor mijn boek. Nou, ik heb hem ook uitgenodigd voor mijn boek. Oké. Maar er staan natuurlijk wel een paar passages in... wat helemaal niet zo prettig is voor Willem. Omdat hij mij... ja, ontslagen heeft, hè, toen als trainer. Met nog drie andere jongens. Ja. Was dat voor jou onverwacht? Ja. Heeft het je pijn gedaan? Of was je teleurgesteld? Teleurgesteld, pijn gedaan en onverwachts. En onverwachts is omdat jij nooit een sign hebt gekregen van de directie of van de technische directeur of van Willem zelf. Van hey, hallo, dit moet beter. Of je moet een gesprek hebben, een functioneersgesprek hebben. Waaruit blijkt dat of het gaat niet goed, of het gaat juist goed, of we zitten op een goede spoor. Hè, ik heb dat nooit gehad. En de andere drie ook niet. En lag het niet aan de communicatie? Ja, communicatie, maar ja, goed. Wat is communicatie? Dat slaat nergens op. Je moet op het veld naar. Kijk, en wij deden het nog ineens zo slecht. We stonden geloof ik zevende of zo. Nou ja, voor de begrippen was voor Utrecht was dat niet eens zo slecht. Ja. Wat dan, heb je daar nooit echt een verklaring gekregen of gehad? Nee, ze zeiden van, er was geen chemie. Er was geen chemie, zeiden ze. Ja, ik weet niet wat, dat woord gebruiken ze tegenwoordig heel veel, geen chemie. Ja, maar dan moet je eerst natuurlijk wel functioneersgesprekken hebben, voordat jij weet wat dat is. Ja, ja en je krijgt een functioneersgesprek en dan ga je ermee aan de slag. En als je dat niet voldoet, ja, dan komt er een ander functioneersgesprek en dat is niet zo prettig. Ja. Maar ja, dat hebben we nooit gehad. En, daar ben ik een beetje boos om geworden. Lag het dan niet aan de functioneringsgesprekken, maar lag het een beetje aan het beleid van het bestuur om dit soort procedures op te zetten? Kijk, het is van, je wordt een beetje... je krijgt gesprekken met de technische directeur normaal gesproken. Hè, en met de hoofdtrainer van hoe gaan we dat doen? Ja, en als je dat nooit hebt gehad, dan weet je het ook niet. Nee. Kijk, in het normale leven is het gewoon dat je functioneersgesprekken krijgt. En kijk, met Utrecht gaat het nu ook niet echt geweldig. Maar die trainer zal ook wel gesprekken hebben met de technisch directeur Jordi Zuidam. Of met iemand anders. En zoals de hele staf. Wat kunnen we beter doen? En hoe moet het beter? Wordt het niet beter? Ja, nou, dan heb je een probleem.
Ja, je moet zorgen dat je beter wordt, want je wordt voor betaald. Ja, 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 precies. Ik denk dat dat ook past in een betaalde voetbalclub, dat je dat ook goed, voor goed organiseert. Ja, nee, maar dat is ook zo. Maar ja, dat was toen niet. En wij werden op staande voet ontslagen. De tijd daarna, je bent assistent van Willem van Hanegem. Wat heb je daarna toen gedaan? Nou, daar heb ik behoorlijk in de put gezeten. En, want dat is natuurlijk mijn club, mijn alles. Hè. Ik zat 20 jaar bij de club. Hè. 10 jaar als speler, 10 jaar als trainer. En jeugdtrainer, en toen assistent trainer. En toen de, zeg maar co-schap hoofdtrainer met Van Hanegem. En... maar ja, het mocht niet meer langer duren. En dat heeft me heel veel pijn gedaan. Dus ik ben daarna ben ik nog naar FC Groningen geweest als assistent. En ben bij Sparta geweest als assistent met Theo Henk de Kaat. Ja, en daarna ben ik het amateurwereld ingegaan. Ik ben nog naar, en daarna als hoofdopleiding in Azerbeidzjan. 2 jaar. Daarna ben ik 2 jaar... Ja, apart land, kom je daar nou terecht? Weet ik niet, want ik wist nog niet eens waar het was. Maar mensen die komen dan mee. En toen zeiden ze van oké, ga je eens kijken. Dus ik ben met de vliegtuig gegaan, hup, wezen kijken. Het is best wel een stukje vliegen. Je moet overstappen in Istanbul en daar vandaan ga je weer verder vliegen. Ook gewoon jouw ervaringen natuurlijk. Ja, ik was hoofdopleiding, hè, dus ik was geen trainer. Ik was meer hoofdopleidingen en begeleider van alle trainers van FC Karabach. De grootste club van Azerbeidzjan. En die spelen nu steeds altijd Europees. Ze zitten ook in de Conference League, altijd. Ze hebben in de Champions League gespeeld, ook in de groepfases. Dus ja, zo slechte ploeg is het niet, een club. Dus dat heb ik 2 jaar opgezet, de jeugdopleiding. En daarna ben ik 2 jaar naar China gegaan. Ja. China? Ja, we gaan overal naartoe, joh. We worden overal de wereld geweest, joh. Ja, je bent overal geweest. Ja, maar goed, dat is... Wat tijd is verdiend, John, of niet? Nou, we gaan niet over geld praten, toch? We gaan over voetbal praten. Ja, Rotterdam praten we overal over, hè, John? Ja, jawel. Maar we zitten in Utrecht, hè? In Utrecht praten we niet over geld. Dat hebben we niet. Ja, oké. Maar als je niet over geld praat, zeg ik, dan kun je altijd wat teleurstellen aan het einde van je kleine carrière. Maar om daarover terug te komen, als voetballer zijnde. Ja. Had je. Ik heb toch iets gelezen, ja, een paar citaten uit je boek natuurlijk, ja, over de rode. Daar had je het ook wel over dat je eigenlijk niet zo erg geweldig was begeleid. Als voetballer. Nee, ik was helemaal niet zo begeleid. Als je in de picture staat, dan wil iedereen jou begeleiden. Dus ik werd ook begeleid door Rob Jansen. De grote Rob Jansen, die de grote zaak wil nemen. Dus ja, maar die hebben me natuurlijk van Utrecht naar Roda gebracht. Van Roda naar Anderlecht, van Anderlecht. En zo gaan ze maar door. Maar na je carrière, ja, dan stopt het. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Voor je portemonnee of voor je rekening, bankrekening even kijken. Of wat je verdiend hebt. Maar je moet ook verder gaan. En er zijn geen andere clubs als. Ja, ik wilde. Ik heb mijn hoogste diploma. Dus ik kan overal trainen waar ik wil. Maar ja, dat gebeurde. Je bent eigenlijk betaald voetbaltrainer. Ja. Dus ik. Dus je kan nu nog aan de slag, John. Maar ik ga sowieso aan de slag, hoor. Dus je hoeft niet bang voor te zijn. Nee, ze kunnen altijd bellen. Hè? Nee, ik heb nu niks. Voor de kijkers over Nezen, ik heb ook een paar leuke gasten in mijn YouTube-kanaal. Ook uit profvoetballers, zeker weten. En er zijn zeker clubs, zeker in het westen van Rotterdam. Zoek of af en toe nog wel eens een clubje. Of een goede trainer. Ja. Voel je nu aanbevolen om een keer bij Feyenoord te komen of bij Sparta of Excelsior? Oh, ja, nee, absoluut. Kijk, als ze mij een goede baan... John van Loen naar Rotterdam. Ja. Ja. Ik word weer gebeld, krijg de hik. Ja, ik word weer gebeld, zeg ik. Ja, je bent belangrijk geworden die natuurlijk. Die moet ik even hebben. Ja, even. Ja. John van Loen, even pauze. Ja, even. Oh, hier. Ja, hier. Ja, hier ben ik. Volgens mij kwam ik hier. Dit is in 1995-96. Dus ook daar kwam ik weer terug toen ik uit Japan kwam. Volgens mij in dit elftal. En hier zit ik weer. En daar ook nog. En daar niet meer. Toen was het afgelopen voor mij. Ja. Maar dit was jouw... toen kwam ik weer terug voor de tweede keer.
Ja, klopt. Maar die andere foto's hebben we niet meer, hè, Koos? Hè? Die andere foto's van? Ja, van jaren. Van voor 1990. Ja. Welke periode heb jij hier gespeeld dan? Van de 83 tot 88. 83, 88. Foto's zijn aan de andere kant. Oh, die zijn aan de andere kant. Oh, die zijn wel leuker. Jij staat hier als trainer op, bedoel je? Nee. Even de vraag voor de kijkers. Ja. U bent? Ik ben Koos van Tamelen. En ik heb van 76 tot 84 hier in het eerste gevoetbald. Fantastisch. Ja. U kent John Verloen natuurlijk. Ja, natuurlijk ken ik John Verloen. Ja. Wij hebben niet samen gespeeld, John. Nee. John die kwam net achter mij, zeg maar. Oh, aangenaam kennis maken. Ja, maar toen een voetballer. Aangenaam. Ja. Leuk dat jullie dit doen. Ja, zeker. Ik wil je heel graag even voorstellen. Wij zijn eigenlijk, ik ben een maandje of 6-7 geleden begonnen. Vanuit het Westen met het idee, een maatschappelijk doel, maar ook omdat er wel eens uitprofvoetballers nogal in een voorzichtige zeg, en een vergeten hoekje zitten. Maar had heel veel leuke contacten ook vanuit mijn eigen verleden als voetballer zijnde. En ik dacht van nou, ik ga profvoetballers interviewen en af en toe een zonnetje zetten. Die hebben ook allemaal mooie verhalen te vertellen. En dat heeft u ongetwijfeld natuurlijk ook. Ik heb hele mooie verhalen. Maar ja, maar dat ga ik niet vertellen, want jullie zijn er nu voor John en niet voor mij. Dus dat komt goed. Ja. Ja. Nou, dan voelen we ons aanbevolen om je een keertje een beeld te brengen. Dat komt wel goed. Ja? Dat komt wel goed. Nou, ja. Goed, we hebben een deal, kijk eens. Helemaal toppie. Ja. Super. Okay. Nou, vandaag kom ik hier voor ons te vertakken. Welk jaar dan zoek je nu? Nee, ik zit als trainer. Hier begon ik als trainer. Kijk, hier. 2002, 2003. Als assistent trainer. John Verloen als assistent trainer van Willem van Hanegem? Nee, dat doen we niet meer. Van Foukeboy. Nee, maar je ziet hier. Vanaf 2002. Oh, met Foukeboy? Ja, met Foukeboy, ja. En dan ga je zo het hele rijtje af. Tot aan. Hier. Met Willem, 2008, 2009. Toen heeft hij mijn keel doorgesneden. Maar dat was toch wel een mooie tijd aan de andere kant. Oh nee, we hebben hier twee bekers gewonnen en de Supercup gewonnen met dit elftal. Ja. Foukeboy, daar heb je natuurlijk ook mee gevoetbald? Ja, nou, niet mee gevoetbald. Als trainer. Hij was de hoofdtrainer, ik was assistent trainer. Ja. Ik heb ook iets gelezen over hem. Dat hij ook een pas geleden ook ziek is. Ja. Maar die is ook weer kalfaterd, laten we het zo maar zeggen. Ja, nee, die is gelukkig weer beter, want ik heb hem gesproken, dus dat gaat weer goed. Daar heb je nog contact mee ook? Ja. Is hij nog een beetje actief in de voetballerij? Wie, Fouke? Ja. Fouke is technisch directeur, Koos, ja, directeur van Cambuur. Bij Cambuur. Ja. Ja. Oké, okay. We gaan gewoon door. Nee, maar dat is een voetbalbeest, dus die gaat altijd blijven altijd doorgaan. Ja, die heeft zijn sporen verdiend. Als je dat dan terugziet, John, assistent trainer, gaat er een beetje kriebelen bij je? Kriebelt altijd bij mij. Ja. Ja, ik mag even lachen. Ja, sorry. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat het altijd kriebelt als voetballer zijn, maar je hebt natuurlijk nog niet echt succes gekend als trainer. Mag ik dat zeggen? Oh, wel eens assistent trainer hoor. Ja, ik heb toch twee keer de beker gewonnen. Is dat geen succes? Ja, dat is succes, absoluut. als hoofdtrainer? Nee, als hoofdtrainer niet. Nee. Heb je daar geen ambities? Jawel, ik heb wel ambities, maar die moeten ze wel komen. Ja, zo makkelijk liggen die voor het oprapen hoor. En zeker niet in Nederland. En wij roepen wel eens dat wij hier, we hebben altijd wel toptrainers gehad. Ja, nou, die hebben we ook wel. Wie zou nu... Kijk, hier heb je natuurlijk nu in Nederland is de trainer van Feyenoord en de trainer van Ajax. Dat zijn wel de goede trainers. Ja. En die zouden wel in het buitenland mee kunnen, maar ja, je weet maar nooit. Ja, ik bel zo even. Ja. Wat zou u nu nog... van wie zou u als je nu zeg maar een functie krijgt als assistent trainer, maakt het dan uit bij welke club? Nou, natuurlijk maakt wel uit welke club. Het moet natuurlijk wel passen bij je. Ja. Kijk, als je naar Limburg moet of zo, als trainer of assistent trainer, hoofdtrainer, ja, dan moet je er ook gaan wonen. Want dat is van mij vandaan. Ik woon in Soest. Ja, dat is toch bijna 2 uur. Elke dag rijden. En weer 2 uur terug. Dat is voor jou wel een punt. Ja. En
Ja, dit werd Utrecht. Komen we nog wel eens bij Ajax, Feyenoord? Ja, wel hoor, ik kom overal nog. Ja, ik ben, ik hoef maar te bellen en ik kan kijken. Ja, dus de kaartjes liggen klaar. Je hebt natuurlijk je boek uitgebracht. Het is natuurlijk ook een beetje, het zou leuk zijn om daar ook even iets wat boekjes gaan te verkopen en promoten. Ja, goed, kijk, ik heb het nu al zoveel, gepromoot, het boek. En ik ben op televisie geweest. Ik ben al bij jou. Dus ja, als ik bij jou ben geweest, dan gaat het helemaal als een raket. Ja, dat is natuurlijk absoluut een voorwaarde natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik heb jou natuurlijk een beetje gevolgd ook op televisie. En ja, hartstikke leuk. Natuurlijk ook wel oude herinneringen. Als je nu kijkt hoe je nu staat in het leven en toen. Zeg je nou, ik heb een hoop geleerd. Of zou je het anders doen? Heb je ergens spijt van gehad? Kijk, als ik nu speler zou zijn, dan zou ik het anders doen. Ik was niet zo egoïstisch in het veld. Ik was meer een sociale speler. Een sociale speler behoudt in, dus ik ga alleen op de keeper af. En ik geef hem liever breed dan dat ik zelf scoorde. En nu ga je later denken van ja, godverdomme, ik ga het natuurlijk wel meer eruit kunnen halen, nog meer doepen te kunnen maken als ik wat egoïstischer was geweest. Ja, nou, dat was ook een beetje de vraag, als je dan inderdaad wat meer egocentrischer was geweest, maar als spits zijnde, ja, zou het moeten zijn. En normaal gesproken wel, ja, maar ja, zo zat ik niet in elkaar. Dus, en dat is misschien ook al een fout. Wat zou je zeggen, want je bent natuurlijk, als je thuis ziet of afstand op televisie vroeger. Nou, je was gewoon een beest, je maakte oorlog in de stad. Ja, maar ik ben een heel sociale jongen, hè. Pas op, hè. Ja, ik ben heel lief. Ja, nu, dat, ik ben nu heel lief. Ja, je was op het veld over de rode altijd. Ja, soms, hè. Soms over de rode. Maar had je dan vaak mot met de tegenstander of met de trainer, met de medespelers? Nee, met de medespelers natuurlijk niet. Nee. Medespelers af en toe. Ja, maar dat was meer op het trainingsveld en niet in het veld. Maar en kijk, als je in het veld staat, ik wilde gewoon winnen ten koste van alles. Dus ja, en vroeger waren er niet zoveel camera's zoals nu. Dus ja, dat is, het is niets anders. Ja. Ja. Je hebt ook een aantal trainers gehad, John. De beste trainer. Ja. Ik kan wel de slechtste trainer noemen. De slechtste trainer. Dat, dat mag je wel noemen, geen probleem. Dat is Atemos. Wie? Atemos. Atemos. Ja, ja, nou, die had ik bij Anderlecht. Die heb je bij Anderlecht meegemaakt? Ja, die was mijn trainer bij Anderlecht, ja. Ja, die ervaren, slechte die was niet zo. Ja, die was niet zo. Het had er geen klik bij? Ah, communicatie? Nee, maar het gaat meer om andere dingen tijdens de wedstrijden en voor de wedstrijden, besprekingen, trainingen. Dus ja, daar gaat het. Kijk, beste trainer. Ja, wat is een beste trainer? Ja, noem maar. Je kan er van alles op noemen. Ja, eentje die je wel ligt. Ik heb Spelbos gehad. Ik heb mijn trainer Nol de Ruiter, die heeft mij gehaald bij het eerste. Van Gaal, Beenhakker, hele goeie, Wim Jansen. Ja, dus ja, ik heb wel wat trainers gehad. Ja, maar heb je dat ook voor, je hebt natuurlijk een hele hoop ook meegenomen, bagage, ervaring meegepakt. En dat neem je ook mee nu, natuurlijk, een beetje dagen. Op een gegeven moment kom je op mijn leeftijd, dan ga je denken van wat ga je doen? Nou, dan wil je trainer worden, dus dan ga je ook alle trainingen een beetje opschrijven wat je krijgt van de trainer. Hè? Dus dat heb ik ook gedaan. Dus voor iedereen nam ik wat mee. Ja. En het is jouw doel. Hoe is het, jongen? Ziet er goed uit? Oude keeper, hè? Oude keeper van FC Utrecht. Hè? Jij wil hem van Eden. Ja, je ziet hem. Ja. Ook zo kal als een bejaardbal bijna, zie je het? Die zit ook hier in het, ook actief bij Utrecht. Wat zei je? Ik ook. Ja, heel goed. John, ik wou even nog wat tjesjes tekenen en wat ballen tekenen. Ja. En een boek voor jou. Kunnen we daar even naar binnen gaan? Een tafeltje waar we waren? Nee, we zitten nu op een andere verdieping. We zitten nu op vijfde verdieping. Net waren we op de vierde verdieping. Oh, is het andere verdieping? Oh, ja. Dan kunnen we dan daar zitten. Oh, even kijken in de gang. Ja, tuurlijk. Mooi. Dat is misschien wel. Tuurlijk. Ja. Kijk hier, hè. Dat is wel leuk om te filmen. Kijk eens aan. Ja, dit is
Waar zitten we nu dan? Is dit echt een museum? Dit is ook een museum, ja. Dit is een ander museum. Dus weer, oh ja, je hebt twee musea, hè? Dus vier en vijf. Ja, en dit is het shirt van Dynamo Kiev. Hier scoorde ik, een fantastische goal tegen Dynamo Kiev thuis. Nee, dit is niet Jan Wouter, ik zou niet eens weten. Dit is in ieder geval Ton de Kruik daar. Wie? Ton de Kruik, die scoorde in Kiev de kopbal. Ja. Ja, nee joh, dat zijn legendarische. En dat shirt joh, dat is... tijd hier, zeg. Ja. Dus hier is een beetje de Europese wedstrijd. Zijn dat jouw voetbalschoenen van Japan? Nou, nee joh, dat niet. Nee. Kijk, en hier zijn alle internationals. Dat staat, die F-shirt er een beetje voor hebt gebracht. Kijk, en hier... Ik heb er twee. Ja, zo zagen we jou in het Nederlands elftal. Maar terugkom op jouw tijd met het Nederlands elftal. Ja. Goed, de Kuip, 1985 tegen België. Ja, dus die daar, dat is die foto. En volgens mij heb je ook gevoetbald, er was ook gast bij ons, Peter Houtman. Ja, Peter Houtman, ja. We speelden samen. Julius Polisar. Hij scoorde wel, hij scoorde. Hij scoorde, en jij niet? Ik scoorde niet, nee. Hij scoorde wel. Hij scoorde als het goed is de 1-0. Ja, ik kan me nog wel het interview herinneren tussen Peter Houtman en Matoen voetbal. Dat de tijd dat jullie dat toen niet haalden, de kwalificatie heel erg triest waren. Ja, nee. Het was ook heel koud. Hè? Het was min 13 graden. En ja, wij moesten winnen. Met minimaal twee doelpunten. Twee doelpunten verschil. Nou ja, dat op een gegeven moment was het ook zo. We stonden 2-0 voor en maar ja, in de geloof 85e minuut of zo scoorde mijn tegenstander, die scoorde 2-1, die is George Kroen. Is mijn fout. Ja, ik heb even een beeld gezien, een paar beelden. We grepen ons allebei naar het hoofd, mijn vader en ik. Ja, wat gebeurt daar nou? Ja, niet goed uitverdedigd, maar... Ja, maar goed, dat maakt me niet zoveel uit. En ik was ook helemaal geen verdediger, ik was een aanvaller, dus ja. Ja, wat deed je dan eigenlijk in de 16? Ja, ik moest mee. Ja, het is niet anders. Ja. Ja, maar ja, in dat, kijk, 85 is dat. Dat is 19 jaar was ik. Ik zat net voor het eerst bij het Nederlands elftal. Ja. Want je bent... want de kwalificatie WK zou eigenlijk dan in Mexico gebeuren in 1986. Ja. Het toernooi van mijn voetbalidiole Diego Maradona. Ja, maar ja, goed. Ja, helaas waren wij er niet. Ja. Nee, jullie waren er niet. Nee. En 1990 deed je wel mee? Ja, oké. Okay. Met 1990 in Italië ja, deed ik wel mee. En ja, dat vind ik nog steeds een hele grote eer dat ik daar gespeeld heb. Ja, je had ook een hele goede lichting. Ja, ik verbaasde eigenlijk het gullet. Maar ja, we waren wel het beste elftal van de wereld, maar niet het beste team van de wereld. Nee. En... ja, die jongens kwamen ook allemaal uit de zware competitie, hè? Nee, Italië. Dus ja. Als ik daar terugkijk, zou ik zeggen van nou, het heeft daar aangelegen. Nee. Het is moeilijk, de chemie, de klik. Ik was, hoe oud was ik? 25, 26. Dus ik was eigenlijk nog een jong broekje met al die internationals. Hè? Dus ik sliep met Jan Wouters op de kamer. En nou ja, goed. Kijk, die heeft veel meer ervaring en ik was blij dat ik erbij was. Bij de selectie. Dus ja, ik heb het mee mogen maken. Ja, voor de amateur, voor voetballer, is dat natuurlijk fantastisch wat je meemaakt en wat je meegemaakt hebt, John. Absoluut. Nou, ik ben ook heel trots op dat ik een hele mooie carrière heb gehad. En ook in Nederland zelf heb gespeeld en ik heb gescoord. Dus ja, dat pakken ze me niet meer af. Nee, precies. Dus je kan zeker terugkijken op een fantastische carrière. Met teleurstelling, maar ook met heel veel goede successen. Mooie dingen. En kijk, ik heb het nu ook. Kijk, ik werk nu als spelersbegeleider, zaakwaarnemer. Ik noem het maar. Ik noem mezelf altijd een spelersbegeleider, is veel beter. En bij ETSM, Eurotennis Sports Management. Maar ik ga nu wel even reclame maken, hè? Dat mag wel, hè? Ja. Ja, nee, maar ja. Dat doe ik nu. En ja, het gaat ook om heel veel geld, hè, voor sommige spelers. Hè, die. En dus die willen wij graag behoeden voor dat ze in ieder geval niet zonder geld zitten als ze stoppen met voetballen. Dus daar zijn wij heel goed in.
Het begeleiden van spelers, jonge spelers. Want die, ik zeg, stel je voor, je krijgt een contract aangeboden. En je krijgt in één keer een paar ton op je rekening. Wat ga je ermee doen? Ja, nou, daar begeleiden wij ze in. Van hoe kan je het beste nou neerzetten en wegzetten voor later. En... Terwijl je toch nu gewoon een heel goed leven kan hebben. Ja, ik denk wel dat het een hele stabiele stabiel is om dit jonge spelers inderdaad op het rechte pad te houden. Ja, nee, maar het is moeilijk. Want als je zoveel geld hebt en krijgt en je hebt zoveel geld in één keer op je rekening. Ja, dan denken de jongens, ja, waar even, dat zijn een paar nullen. En ik ga een mooie auto kopen, ik ga een mooi huis kopen, ik ga dat kopen. En voor je het weet zijn er heel veel nullen en zijn er een paar nullen af. Ja. En dan heb je niks meer. Maar weer een andere soort begeleiding. Hè? Dus eigenlijk ja, toch wel, ondersteuning geven in je privéleven. Ja, maar dat is ook zo. Hè? En kijk, wij werken met ETSM. Zitten we heel veel in Georgië en ook in een beetje in Rusland. En daar hebben die spelers gewoon... Ja, die hebben eigenlijk bijna niets. En in één keer krijgen ze een contract en hebben ze een paar nullen op de rekening staan. Ja, en daar moet je een beetje voor waken. Wat ga je ermee doen en hoe ga je het doen? En hoe ga je het aanpakken naar de spelers toe? En vooral in dat soort landen, ja, daar hebben ze eigenlijk bijna niks. Ja, en dus ja, daar begeleiden wij ze in. Daar zijn we goed in. Dat doe je nu? Ja, dat doe ik nu. John, ik heb eigenlijk voor jou ook nog twee kijkersvragen. Ja, ook voor van mijn abonnees. Ja. Ik heb ook even een vraagstelling gevraagd. En er was toch een dame, een Juliette Goergan, dus fotomodel en yoga docent. Oh, ja. Ik heb ook last van mijn rug. Nee, nee. Die vroegen mij, vraag aan meneer Van Loen of dat hij wel eens aan yoga gedaan heeft. Of vroeger ook als speler zijnde, als trainer zijnde, dat je ook yoga lessen hebt gegeven of hebt gedaan. Ja. Ja. Goeie vraag eigenlijk. Nou ja, nee, maar ik adviseer ook de spelers die wij begeleiden, die adviseer ik ook veel yoga. En waarom? Omdat je yoga, heb je innerlijke rust, krijg je innerlijke rust. En ook ademhaling is heel erg belangrijk. Dus ik heb het geleerd in Japan. Toen ik daar was, ik ben nog nooit zo fit geweest als daar. Ik speelde bijna 60 wedstrijden. En nooit geblesseerd geraakt eigenlijk. Nee. Dat is bijzonder. Nou, dat is niet bijzonder, maar daar ga je... Kijk, je gaat naar het buitenland en dan kom je in aanraking met andere culturen. En een van dat was natuurlijk ook, we gaan ook een beetje yoga en een beetje rekken strekken en wat meer. En zodoende word je wat leniger. En dat heeft ook allemaal te maken met ademhaling. En als je dat goed voor elkaar hebt, dan kan je heel veel. Oké, ja, ik heb nog nooit de yoga gedaan. Ik ben wel gevraagd om yoga te doen. Het is proberen. Ja, ja, je moet het echt proberen. En het gaat niet zo van de een of andere dag hoor. Dus het is, je begint even en dan. Maar het gaat meer om ademhaling. En als je goed ademhaalt, dan kun je je tenen goed aanraken en aanpakken. Ja. Dat zou ook zorgen dat je door innerlijke rust, dat ook je spieren wat beter functioneren. Ja, voor mij werkt dat wel, ja. Je hebt natuurlijk een boomlange. Geen soepele speler, ik ben nooit geweest. Maar het gaat erom dat jij je spieren ook onder controle houdt. En kijk, profvoetballer zijn is werk. Is werk, hè? Dus het is niet zomaar, het is je hobby. Nee, het is je werk. En je werk moet je goed uitvoeren. Net als een schilder, die moet zijn werk ook goed uitvoeren. Wat hebben we van je gevraagd? Oh, nou ja, heel veel. En de schilder moet ook goed kijken van, heb ik nou een plekje over of niet? Want anders doe ik het niet goed. Ja. Nou, dat heb ik ook met mijn lichaam. Ja, en daarom train ik fitness ik nog 2 of 4 keer in de week. Ja. Als je dan nu kijkt naar, je hebt het over fitheid, je hebt het over yoga en de spieren en innerlijke rust. In de tijd van de jaren 80, 90 had je niet van die fysiotherapeuten of metingen die nu tegenwoordig gedaan worden. Wij gingen voetballen, dus stel je voor, hè, dus even mijn tijd, wij speelden tegen Ajax of Feyenoord op zondag. En dan op zaterdag en op maandag gingen wij een bosloop maken. Nou ja, dat kan je. Ja. Dus dat gaat bijna niet meer. Nee. Het is helemaal uit de boze. Het wordt nu anders ingedeeld door een. Wat is het? Een performance coach tegenwoordig. Of een fysiotherapeut.
Die beslissen of je mag lopen, ja of nee. Of je mag uitlopen, ja of nee. En hoe lang en hoeveel minuten. Alles wordt digitaal gemeten? Ja, digitaal, ja. Ja. Voetballers dragen al een vest met allerlei metingen. Dat ze kunnen zien, van die heeft 1 kilometer gelopen en die heeft 10 kilometer gelopen. Ja, maar ja, goed. Het hoort erbij. En het is het nieuwe voetbal tegenwoordig. En iedereen voetbalt ook met zo'n hesje om in een wedstrijd. Ja, dus maar ja. Word je daar dan afgerekend? Nu, ik heb nog helemaal geen flauw idee. Maar als speler zijn een wedstrijd speelt. Als profvoetballer. En je komt naar de wedstrijd. Komt het eruit uit de meting. Dat je 3 kilometer hebt gelopen. En de andere 10 kilometer. Ja, maar volgens mij gaat het nog steeds om of je gaat winnen, ja of nee. Het lijkt mij ook. Ja, mij ook. Maar goed, tegenwoordig. Zeker in deze coronatijd. Voor de profvoetballers is je kan altijd trainen, hè, dus je kan altijd doortrainen, maar voor de amateurs is het natuurlijk een hele dag en nacht verschil. Die mogen niet meer trainen, die mogen niks. Nee. En hoe word je fit? Wat ga je ermee doen? Ja. En in de profvoetbal is het gewoon zo van, ja, als jij niet speelt, dan moet je zorgen dat je wel fit bent. Hè. Dus je moet de grens kunnen opzoeken als je niet traint. En hoe doe je dat? Nou, daar heb je specifieke mensen nodig en die daar wel voor geleerd hebben. Daar zijn jullie wel dagelijks mee bezig. Ja, die zijn zeker dagelijks mee bezig, maar ja. Het is ook hun werk. Ja. Ja, en kijk, mijn werk was gewoon van, als ik zondag niet scoort, ben ik gewoon chagrijnig. Ja, ik heb zo'n idee van, bij sommige spelers denk ik gewoon van, ja, als ze niet scoren, ja, dan morgen schijnt de zon weer. Ja, morgen is weer de wonderdag. Ja, ik ben gewoon pis chagrijnig en dat ik niet scoorde. En als ik had verloren, dan was het helemaal beurt. Ja, ja. Je gezin kan er niks aan doen. Hè? Dus daar moet je ook nog op letten dat je niet dat chagrijnige meeneemt naar je familie hè, als je thuis komt. Ja, ook dat nog. Maar goed, het voetballen is anders nu. En het zei zo, en straks over 10 jaar is het misschien weer anders. Je weet het nooit. Nee. En het gaat er altijd om winnen en verliezen. Ja. Je blijft van het spelletje houden. Ja, joh, zo'n kutspel. Ja, het is gewoon vervelend. Ja. Kijk, voor de supporters is het natuurlijk doods zenuwachtig. Als jij elke wedstrijd moet aangaan en je zit op de tribune. Kijk, als je van aard al heel erg zenuwachtig bent, dan heb je een probleem. Ja. Kijk, als je op de tribune gaat zitten en zegt, ja, nou, we gaan nou eens even een lekkere wedstrijd te kijken. En als ik verlies, nou ja, dan hebben ze verloren en dan gaan we een lekker biertje drinken. Prima, toch? Yeah. Ja, zo kun je het ook doen. Maar het was steeds serieuzer. Yeah. Ja. Als je nu kijkt naar de supporters, is het een vergelijk met Feyenoord, Utrecht, Anderlecht, Rode JC, ja, dat is een andere tijd. Maar supporters zijn wat agressiever, willen het wat meer laten gelden. Hoe vind je dat? Ja, ik vind sowieso geweld hou ik helemaal niet van. Ik hou helemaal niet van vechten. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft in de wedstrijd. Hè, maar zodra de wedstrijd afgelopen was, was ik gewoon weer een normale jongen. En die lacht om alles. En ik hou helemaal niet van vechten. Ik ben bang voor vuurwerk. Dus ik hou ook helemaal niet van vuurwerk. Kijk, het vechten in stadions. Ja, ik heb het ook gedaan toen ik klein was. En op de Bunnikside van SU Utrecht. Daar kroop ik ook onder het hek door. Dus zat ik op de Bunnikside. En dan wilde ik ook meeknokken uit stoerigheid. Hè, weet je, meedoen en zo. Maar ik ben helemaal geen vechter. Je schijt in mijn broek. Ja, echt. Als ze vechten is, dan ga ik weg. Ja. Om terug te komen op supporters, ja, je werd niet altijd geliefd. Nee, er zat geen tussenweg bij. Je was voor mij of was tegen mij. Er zat niks tussen. Ja. Nou ja, goed, dat heb je. Nou ja, het is jouw verdienste toch? Ja. Nou, mooi. Maar je bent natuurlijk nu een stuk rustiger geworden allemaal. Nee, ik was al heel rustig hoor, dus het is niet veranderd. Ja. Nee, ik ben gewoon mezelf altijd. En dat heb ik ook altijd gezegd, ik ben heel makkelijk in de omgang. Nou, dat heb ik inderdaad gemerkt, ja. Tweede kijkersvraag. Oké, heel goed. Tweede kijkersvraag. Ja, er was iemand die mij vroeg of je ooit nog trainer wil worden van de BVO. Nou, die vraag is al geweest, ja.
Nee, maar natuurlijk wil ik heel graag trainer worden van de BVO. Maar ja, in Nederland ligt het niet voor het oprapen. Nee, en welke BVO, mij maakt het niet zoveel uit welke BVO. Ik wil gewoon op het hoogste niveau trainer zijn. En als het kan in Nederland, oké, in Nederland. Is het niet in Nederland, nou dan ga ik naar het buitenland. Zo goed. Je hebt natuurlijk genoeg contacten en genoeg. Ja, goed, ik weet wel mensen te benaderen en zo, maar ook die mensen moeten natuurlijk ook bekijken of er wel ruimte is voor een trainer zoals ik. En willen ze mij wel? Dat heeft heel veel factoren, ja. Dus vandaar. Wij willen je wel een weg, hoor, John. Jawel, nou ja, bel mij. dan gaan we een orde maken. Ja. Oh, John, ik heb hier... Er is één. Ik laat het zien voor de camera. John van Loer. Ja. En ook je nummer erbij gelijk. Mijn nummer? Ja, nummer 9. Nou, doen we nummer 9. Waar zal ik hem hier neerzetten? Zo, nummer 9. Nummer 9. John van Loen. Ja, dit was ook allemaal spelers. Jos van Eck, Benny Wijnstekers, Peter Huidman. En nu komt er ook John van Loen bij. Ja, nou ja. Fantastisch. Zit in een goed rijtje, toch? Nummer 9. Ook weer nummer 9? Ja, ik kan nummer 9, ja. Nummer 9. Daar staat hij. Kom dichterbij, Bas. En deze precies hetzelfde, zeker? Fantastisch. Mooie kleur, John. Ja, groen. Groen, lijkt me een kikker. Gifgroen. Nou, deze. Wie is dit dan? Houtman. Houtman. Ook nummer 9. Ja, maar Houtman. Ik heb hier kijken, Mietje van Oosterum. En hier was ik ook nog kijken. Hofs. Mickey Hofst. Oké. Okay. Benny Wijntekens. Ja, die had nooit een nummer gehad, toch? Benny. Ga eens even kijken. Kijk, daar hoor je gewoon bij, John. Ja. Nee, ze horen bij mij. Ja. Ja, ja toch? Zo, kijk. Ja, precies. Kijk. Nou. Top. Maar je moet vasthouden. Nog wat aan ombouw? Nee, er zit niks meer in. Nee. Hier niks meer in? Nee, hier. Moet ik hem vasthouden? Oh, dan moet nog een shirtje tekenen. Ik heb nog een titje. Ik heb hier eentje van, ik weet het niet, maar dit is Stad Rotterdam. Dit shirtje heb ik gekregen van een hele goede vriend van mij. Achter Feyenoord-supporter. En dit shirt laten tekenen door de tijd dat Feyenoord Stad Rotterdam als sponsor had. Nu is mijn vraag aan jou. Ja. Staat jouw aantekening hier ook bij? We gaan ze even zoeken. We gaan even zoeken. Ja, moet je wel kijken natuurlijk. Ja. John van Loen, Stad Rotterdam. Ja, volgens mij moet ik daar wel tussen staan dan. Ja, lijkt mij ook, maar even kijken. Apart, hè? Heel apart. Ik zou niet weten. Ik heb een normale, heel makkelijke handtekening. Nee, ik sta hier niet tussen. Maar, omdat het toch dat Rotterdam is en dat de tijd die jij gevraagd hebt, dan mag jij maar aan de achterkant ook betekenen. Oh ja, dat ga ik wel. Zal ik hem heel groot zetten? Ja, heel groot, heel groot. En nummer 9. Nou ja, doe ik steeds zo. Oh, moet je even. Even strak houden. Staat het er goed op? Ja, nou staat hij er goed op. Dit is wel top, hè? Ja. Ja, nou, oké. Okay. Helemaal goed. Aan de voorkant ook nog maar even. Aan de voorkant ja, ook? Aan de voorkant, maar je hoort er gewoon bij, hè? Dus, ja, dus, Oké, dan zet ik hem hier neer. Dat is hem. John van Loen. Top. Ja, dit is chitje 1. Wat is dit? En dit is ook een Feyenoord chit. ASR. Jezus, maar dat is al... Nee. Van wie is dat dan? Rob van Dijk. Dit was, als het goed is, was dit... Dat was het ver voor mij, na mij. Van de, hè? Ver na mij. Na jou? Ja. Ja. Maar moet ik die ook tekenen? Aan de achterkant. Oh, aandacht. Ja.
We moeten John Walloon nooit vergeten. Ook de jonge generatie niet. Nee, nee, dat vind ik ook. John over de rooien. Nee, ik word niet. Hey. Nee, ik word niet over de rooien. Dat... Kijk. Goed. En dan laatste. Nou, en dan heb ik hier een hele bijzondere shit. Ah, dit is de mooiste. Kijk, dit, ik heb één shit in mijn leven gekocht. Een Feyenoord shit. Omdat ik zelf ook bij Feyenoord had gespeeld. Ja. En ik vond het zo uniek omdat Johan Cruijff in die tijd speelde. Dat was zo mooi. Feyenoord werd kampioen in die tijd. Toen dacht ik, ik moet een gouden shirt kopen. Ja, weet je wat het mooiste is? Die zijn er nog opgenaaid. De reclame is er opgenaaid. Ja. Ja. Die hadden wij ook bij FC Utrecht, zo eentje. En als je aan het hardlopen was, ging dat shirt helemaal zo. Helemaal. Ja. Ik heb hier Benjamin tegen Peter Houtman. Ja. Je hebt weliswaar nooit in het gouden gids gespeeld. Wel tegen ze. Vaak gescoord. Vaak gescoord. Vaak gescoord. Ja, absoluut. Ja. Ja, je kan lachen. Ja, fantastisch. Ja, vaak gescoord. Ik zou je toch vriendelijk willen verzoeken. Ja, toch? Ik vind het toch. Ja, okay. Toch. Hè. Nou, dan ga ik hem hier neerzetten voor je. Dit wordt een mooie... Ja, dan moet je even strak houden. Zo. Overlaat het hier. John kan het voor de camera. De gouden gids. John Walloon. De gouden gids. Ja, dat is een mooie generatie ook met het shirt. Hè? Ja, fantastisch. We willen eigenlijk nog, maar toen voetbal, we willen nog een aantal spelers hier nog voor de camera krijgen. Hopelijk Ruud Gullit, Joop Hielen. Ja. Dat is Baar Madubeen. Natuurlijk ook jonge spelers. Ook voor de camera hier krijgen en de gouden gids een ontvangst nemen. Top. Goed, John, ik heb nog boeken. Je hebt hier nog een boek uitgebracht door Rick van Leeuwen. Ja, Rick van Leeuwen. Kun je even... Ja, je moet natuurlijk nu alles verklappen natuurlijk, want we moeten dat boek moet je natuurlijk verkopen. Nou ja, goed. Kijk, voor de liefhebber is dat wel een leuk boek. Ja. Voor de voetballiefhebber. Die een bloedhekel hebben aan Walloon, die moeten dat boek kopen. Maar daar staat gewoon heel veel dingen in wat er is gebeurd in mijn jeugd. Hè? Hoe ben je profvoetballer geworden en waar kom je vandaan? Wij hadden geen cent te maken thuis. Dus daar begint het eigenlijk een beetje mee. En tot aan... Jij hebt ook een moeilijke jeugd gehad, John? Nee, ik heb geen moeilijke jeugd gehad, maar wij hadden gewoon geen geld. Ja, nou ja, als je geen geld hebt, dan moet je, dan ga je andere dingen doen. Hè? Dus niet stelen of zo, daar niet van. Maar goed, wij hadden het gewoon niet breed. Laten we het dan maar houden. Jullie hadden het moeilijk? Wij hadden het heel moeilijk, maar we woonden met z'n vier. Ik heb nog drie broers en een vader en moeder. Dus wij woonden met z'n zessen. Het was een groot huis. En het is helaas allemaal afgebroken waar wij woonden. Maar goed. Het is niet anders. Ik ben ook nog een misdienaar geweest. Ik ben zo katholiek als de pest. Ja. Katholiek? We geloven in God. Ja, ik ga niet naar de kerk of zo. Maar je was gelovig opgevoed? Ik ben gelovig opgevoed, ja. Je was op het veld bijna van te zien. Dat brak af. Er was geen God die mij hielp. Nee. Maar de mentaliteit? Nee, maar goed. Kijk, wij zijn groot gemaakt op de straat. He, en mentaliteit krijg je op de straat. En ik voetbalde alleen maar op de straat. Dat was het. En wij hadden nog geen PlayStation, we hadden nog geen computers en dat soort dingen. Dus we gingen naar school voetballen. We gingen naar school voetballen. Tussen de lessen in voetballen. Na school voetballen. S'avonds trainen. Bij een amateurclub. Ja, en die konden we ook niet betalen. Dus dat werd betaald door de club zelf. Omdat wij geen geld hadden. Anders had ik helemaal niet op een voetbalclub gezeten. Maar ben je in die tijd dan ook in de jeugd tot en met naar jouw profcarrière, was je daar ook gewoon goed begeleid? Nee, natuurlijk niet. Er was nog geen begeleiding. Niks. Niets. Nee, maar er was ook geen academie, hè? Nog geen jeugdacademie. Hè? Ik zat wel bij FC Utrecht, maar we trainden één keer in de week bij Utrecht. Je ouders toch? Je ouders kunnen jou helpen? Mijn ouders hebben mij niet geholpen. Ja. Die hebben mij geholpen de goot in. Ja, het is niet anders. Ja. Mijn ouders hebben mij bestolen, laat ik het zo maar zeggen. Dus die hadden wat ik verdiende, want ik werkte ook nog in de bouw. Ik was betonvlechter. Bouwvakker? Ik was een bouwvakker. Ja. John Walloon, een bouwvakker, dat zou ik nu zeggen.
Nou ja, ik heb grote handen, dus dat ja, kan wel. Ja, dat zeg ik nu alles, maar... Nee, ik werd betonverlegd. Ik heb mijn diploma wel gehaald op school als lassen bankwerken. Dus ik werd betonverlegd. Hele dag krom staan, bukken. Slecht voor je rug? Ja, slecht voor je rug. Maar goed, ik heb het ongeveer 1,5 jaar gedaan of zo. Ja, en dat zijn ook levenslessen. Ja, nou goed, uiteindelijk ben je natuurlijk de voetballer gegaan. Ik zei altijd, ik weet het verschil tussen werken en werken. Ja. 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 Werken in de bouw is stinken harder werken dan op het voetbalveld, hoor. Je had het over, over je ouders. Dat was geen mooi. Dan zullen mensen, misschien zijn er heel veel mensen die zeggen van ja, dat heb ik vroeger ook gehad. Hè, omdat ze ook niet zo rijk waren. Hè, maar ik was nog geen 18, dus ik kon dan niet mijn geld zelf van de banken halen. Ja. En je had ook geen pinautomaten. Nee, dus mijn ouders moesten altijd geld ophalen van mij. Als ik het nodig had. Maar ja, mijn bankrekening was altijd leeg. Dus mijn ouders hadden altijd het geld opgehaald. En die... Je had ook een groot gezin. Ja, maar ja, goed. Maar je haalt niet het rekening leeg van je kind. Dat doe je gewoon niet. Maar ja, mijn ouders wel. Nog contact met je? Mijn ouders zijn overleden. Allebei. Sorry. Ik weet het niet. Ja. Ja, het is niet anders. Mijn vader is overleden aan een hersentumor. En mijn moeder is overleden aan eenzaamheid. En dementie. Okay. Heb je hun niet gemist tijdens jouw voetbalcarrière? Nee, mijn vader zeker niet. Mijn vader heeft mij nooit zien voetballen. Ja, hij heeft me wel zien voetballen, maar die is nooit thuis geweest. Nee. Die heeft mijn zoon is nu 30. Mijn zoon heeft hij misschien 1 keer gezien in levende lijven. Toen hij geboren werd. Je zoon Danny? Mijn zoon Danny, ja. Goed dat je erover begint. We hebben nog even, hoop ik. Jouw zoon is nu ook een voetballer? Nou ja, goed. Hij speelt amateurs. Bij de eerste klasse in Montfort. Hij heeft wel gespeeld bij Utrecht in de opleiding. Hij is bij Sparta geweest in de opleiding. Oh, okay. En bij Sparta is hij weggegaan. Hij had zijn eigen wil. En, hij is spits. En toen werd hij rechtsbuiten. Het werd rechtshalf en rechtsback. Toen had hij tegen de trainer gezegd, nee, dat doe ik niet. Ik stop ermee. Toen heeft hij al zijn kleren maar teruggegeven, zijn tas teruggegeven, heeft hij tegen zijn moeder. En zijn moeder moest elke dag op en neer. En toen zei hij tegen zijn moeder, maar je hoeft morgen niet meer te gaan, want ik stop ermee. Hij was 12 jaar. In 1 keer geen plezier meer in? Nee, hij zegt, ik ga geen rechtsback spelen. Nee, hij zegt, ik ben spits, ik ga geen rechtsback spelen. En had hij ook toch genen voor jou natuurlijk? Yo, hij is 1,96 meter, hij is heel snel. En, ik vind het zelf een goede voetballer. En hij had betaald voetbal kunnen halen, zeker. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij is helemaal gestopt, of alleen nu bij Montfort? Gewoon in Montfort, eerste klasse zaterdag. Ja, ja. En hij heeft wel een paar clubs gehad, andere clubs gehad, die ook vrij hoog speelden. Wordt hij nu eerste klasse zaterdag? Nou ja, goed, ook geen slechte amateur. Prima. Het speelt in de spits. Hij is spits linksbuiten. Een linksboot? Nee, hij is een beetje tweebenig, maar hij is heel snel. Hij komt graag naar binnen. Berghuis. Lijkt hij een beetje op jou? Berghuis wie? Ja, dat kennen we niet. Hoor. Ja, joh, maakt niet uit. Nee, maar goed, prima, joh. Ja. We hadden het over het boek Ruk van Leeuwen. Ja. Heb je nou voor jouw gevoel nu zo van, ik heb het boek uitgebracht, het gaat nu qua gezondheid ook beter met jou? Nou, nee, het gaat dus ook niet zo goed, hoor. Als ik jou zo hoort praten en de energie die je op mij afgeeft, heel positief, je hebt er heel veel zin in. Dat heb ik altijd, hoor. Maar dit is niet omdat ik een hartinfarct heb gehad of zo. Nee, daarvoor was het ook al heel goed. Ja. Maar je krijgt binnen een poep en een scheet, je krijgt een hartinfarct. En nou ja, en nou voel ik me precies hetzelfde als ik daarvoor was, hoor. Ja. Je voelt hem niet aankomen. Nee, dat voel je niet aankomen, nee. Nee, die vragen van jou voel ik ook niet aankomen. Ja, het was te onverwacht, hè? Dat moet, hè? Nee, maar dat is het. Nee. Het is onverwacht. Ik werd wakker en toen was het gebeurd.
Maar heb je nou nu een opgelucht gevoel? Als je dacht van nou, boek het uitgebracht. Nee, echt niet. Van mijn schouders weggevallen. Ja. Nee, ook niet, want ik wilde het boek helemaal niet schrijven. Het is ook bij toeval is het gekomen met het boek. Ja. Wil je hem ondertekenen? Moet ik hem tekenen voor je? Ja, voor mij. Heel graag. En ik heb daar nog een boek. Oh, je hebt toch een boek? Ja. Die is voor mijn assistent Bas. Ja. Nou, hier. Nou, deze kan niet beter voor jou. Ja, kijk eens. Fantastisch. John van Loon, Oog naar Rooij, biografie. Kijk eens, dit boek bestellen, is het boek te bekrijgen in elke boekhandel? Nou, die is te bestellen bij bol.com. Bol.com? Ja, ja, ik heb het trouwens gehad. Ja, nee, maar goed, ook in, bij Bruna's, bij andere boekhandels. En hoeveel boeken heb je laten drukken? 5000. Nou, we zitten aardig. Gaat heel goed, 5000. 5000. Dat is de eerste druk. Eerste druk. En dit eerste boek heb je afgegeven aan? Van Zummeren. En wie is die directeur van? Dat is de eigenaar. De eigenaar. Ja. Die spreekt u nog regelmatig? Ja, als er wedstrijden zijn en ik ben in het stadion, ja, dan zie ik hem wel. Maar jullie hebben een goede relatie met elkaar? Ja, wel, prima. Nou. Super. Boek is aangetekend. John, ik heb hier voor jou... Nog een shirt? Een shirtje. Ja, die is voor jou. Die is voor jou. Nee, dat is gewoon uit herinnering. Het is niet jouw maat. Ik weet dat je een heel grote maat hebt, maar ik dacht van nou, ja, toch als herinnering... Is een S? Ja, is een S. Ja, ja, is... Een S? Ik ben even godverdomme 1,96. Deze was goedkoper zeker? Moet die tekenen voor je? Nee, tekenen ook. Maar dit is voor jou. Oh, die is voor mij? Dit is voor jou. Oh, die kijk in mijn zak. Ja. Van Martin Voetbal en Entertainment. Hij heeft gewoon een kutprogramma. Ja. Ja. Nee, ja, goed. Okay. We zijn aardig bezig geweest. Want wacht even, het is nu 2:30. Ja. Ja, we zijn toch 1,5 uur bezig. Ja, zeker. Jij drinkt je ook wel een beetje overal op, hè? Ja, ik vind het wel gezellig. Ja, ik vond het ook gezellig. Maar ja, en met de coronatijd hebben we toch nog aardig kunnen filmen hier in het stadion. Ja, vind ik wel. Ik had met de lockdown verwacht. Ja, misschien gaat John maar nog even appen en berichten sturen vanuit het afgelopen. Nee, ja, we hebben het voor elkaar gekregen. Dus ja. Prima toch? Ja. Heb je nog een leuke gast voor Martino Voetbal? Oh, een leuke gast. Oh. Ah, jij kan natuurlijk een goede speler. Goed contact bij Utrecht natuurlijk ook. Nou ja, Maaike Mols is misschien wel een leuke. Maaike Mols. Maaike Mols, ja. Heb jij zo'n nummer misschien dan? Nee. Nou ja, wie moet je eigenlijk nog meer? Je moet Marco van Basten bellen. Marco van Basten, nou, die komt gelijk dan. Ja, wie weet. Nee, even kijken. Een echte dicht bij jou staat. Waar je goed leuk contact mee hebt. Oh ja, maar goed. Met voetballers, dat waait overal heen. Hè? Ja, we hebben niet echt... Uit het hart tegen ze. Nou, nee, maar als we elkaar zien, dan is het allemaal leuk. Maar we hoeven niet met elkaar over de vloer te komen. Nee, dat doen we niet. Nee. Nou, ik in ieder geval niet. Want dan heb je allemaal verplichtingen. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Dus nee. Misschien moet ik je Henk Vrezen uitnodigen. Die doet het wel. Wie? Henk Vrezen. Ja, Henk Vrezen. Ja. Ja, natuurlijk trainen met Sparta. Daar ben ik samen bezig. Dus. Ontzettend bedanken voor je tijd. Ja. Voor je gastvrijheid hier. Dat heeft zeker heel veel tijd gekost. Ja. Maar we hebben wel wat. Ja, ik heb een S'je. Een S. Ik heb een S'je. Misschien kan je... Jij hebt in ieder geval een boek. Weet je wat dat boek kost? Dat zijn 20 uurtjes. Ja, je huil nog te goed van me. Ja, XL, toch? Nee. Nou, maar goed. Ja, toch. Misschien ga ik erin slapen dan. Hey, John, ik wil jou echt heel erg bedanken voor je tijd. Voor je gastvrijheid. Het gaat je goed. Ik zou je heel graag willen blijven volgen, als het mag. Ja, voor mij wel. Ja, maar nummer dus. We gaan niet stalken, hè? Ik vind je een fantastische vent, maar serieus. Het spontaan, heel gezellig, maar ook. Ik voel ook energie van jou. Goede energie. Ja, ik straal ondanks, heel veel. Ondanks. Ik geef heel veel energie af, hè? Ja, ik zelf ook natuurlijk. Ja, ja. Ook belangrijk. Nee, jij niet, hoor. Negatieve energie.
John, ik zou graag een keertje willen terug willen zien. En een andere tijd weer. Dat het, gewoon als je weer iets te vertellen hebt. Je hebt toch altijd wel mooie verhalen. Ja, nou, in een andere tijd. Dan ben ik dood. God almachtig. Je stelt wel goede vragen, hè? Ja, toch? Ja. Ik heb... heb jij misschien nog een iets te zeggen voor mijn kijkers op mijn YouTube-kanaal? Nou, nee, kijk... John van Loen! Nou, rustig, hé. God allemachtig. Kijk, je bent heel erg opdringerig. Dat wel. He, dus dan moet je niet met hem in zee gaan. Nee, nee. Joh. Kijk, we hebben het hartstikke leuk gehad met z'n drie. We zijn met z'n drie. Hè? Ja. Vergeet hem nou niet. En zijn cameraman. Dus die... Je praat makkelijk over voetbal. En dat is wel leuk. Ja, en niet over andere dingen. Ja, nu eventjes. Hè. Ik wil weten over mijn vriendin. Ja. Nou, maar dat ga ik niet vertellen. Nee, maar goed, het is leuk. En gelukkig konden we in het stadion. En anders had je het misschien ergens anders moeten doen. Of juist helemaal niet. Hè? Want je moet het wel ergens op een locatie doen. Ja. En het gaat zo voorbij. Hè? Anderhalf uur zijn we aan het lullen. Ja, de tijd gaat snel. Ook voor mij is het ook heel erg aangenaam. Ook voor het eerst een stadion hier, een museum hier gezien. Ja, er is van heel veel te beleven. Dus ook mijn enthousiasme is eigenlijk, heb er eigenlijk nog meer... Ik ben nog nooit in het stadion geweest. Ik ben nog nooit in het stadion geweest. Fantastisch. Ik zou heel graag met jou, graag willen ballen een keer. Een paar keer op doel schieten. Doen we niet. Nee, doen we niet. Nee, ja. En heb je misschien nog een goede tip voor mij als presentator? Ik ben natuurlijk nog niet zo lang actief. Ik doe het uit levenservaring, uit mijn hart. Dat ik een beetje leuk van voetballen houd. Blijf gewoon lekker jezelf. Ja. Als je anders voor gaat doen, dan moet je het niet meer doen. Dat doe ik ook, want als ik me anders voor moet gedragen, dus als ik anders moet gaan praten of anders moet gaan gedragen, dan ben ik niet de John Verloen die ik ben. En dat is ook voor jou ook. Ja, en voor deze mevrouw ook. Ja, nou, dat is een hele goede tip. Een hele goede tip voor jou. Ja, nee, dat is ook zo. Hele goede tip. Goed. John, ik heb volgens mij... Ja, ik denk dat ik... Qua inhoud, het interview... Ik heb alles met je besproken. Op gevoel. Fantastisch. Godverdomme, moe man. Ja, nee, dat is wel... Ja, ik zweet me kapot even achter. Hey, op een shirtje en esje. Hey, we gaan afsluiten. Kijkers, ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. En tot de volgende keer. Dit was John van Loen. John van Loen, de aflevering wordt voor de kerst nog even aangetoond. Ik wens jullie een hele fijne kerstdagen natuurlijk. Ook een hele goede jaarwisseling. Een goede gezondheid. Nou, ja, dankjewel. Insgelijks. En we hopen je graag terug te zien. Je kan me wel trainen. Ja. Dus dat komt wel goed. En als ik ergens ben, dan kom je maar een keer langs weer. Ik voel me aanbevolen. Top. Ja. Fantastisch. Wat ga je nu doen, John? Wat we gaan doen? Ik ga koffie drinken. Mag koffie drinken? Oh, lekker gezellig. John, klasse. Ja. Dit was John van Loen. Ja. Oh, mag dat? Oh, god. Nou. Ja, zo. Oh, micro. Ja. Nee. Goed. Leuk. Kijk eens, bedankt. John. Tot de volgende keer. Build a fire and gather round the tree. Fill the glass and maybe come. Goed, kijk eens. Dit was bij FC Utrecht, de Galgenwaard. En natuurlijk een fantastische gast uit Portugal, John van Loen. Top. Top fan. En blijf hem volgen. Ja? Kijk eens. Bedankt. Tot de volgende keer. Hoi. So kiss me under the mistletoe. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it go. Next year you never know. But for now, Merry Christmas. We'll dance in the kitchen while embers glow. We've both known love, but this love we got is the best of all. I wish you could see it through my eyes, then you would know. My God, you look beautiful. Right now.